1 voor 12 viert aanstaande 23 maart haar derde lustrum. De stichting heeft op aanstaande maandag dus gedurende 15 jaar de mens in nood gediend en een herleving kans geboden. Bij monden van 1 voor 12 directeur Vismalen verneemt u meer hierover. De maand maart is de feestmaand van 1 voor 12, want dan wordt 1 voor 12 jarig. Wat is de planning? We worden 15 jaar. Nou, een big cadeau, hè? 15 jaar. 15 jaren lang hebben wij de gemeenschap gediend door middel van verschillende situaties die op ons bord zijn gekomen. Ik mag zeggen dat we heel veel mensen hebben geholpen. Soms vraag ik me eigen af, hoe hebben we zoveel mensen geholpen? Maar dat zeg ik weer, genade van boven. Echt, ik ben echt trots om straks op 23 maart te zeggen, 15 jaar, ay, nou een mooie ding. Maar met de situatie die we nu voor ons deur hebben, coronavirus, allerlei situaties die zich voordoen, ik zeg, ik denk niet dat we feest gaan vieren. We hadden eigenlijk een feest willen vieren, maar we hebben geen budget daarvoor. Iemand heeft me wel gebeld, wil een tourbus ter beschikking, wil zeg maar een clown en zo. Maar ik moet nog kijken als we misschien een kleine groepje blij kunnen maken met wat de donateurs willen kunnen betekenen. We hebben heel veel besteed aan sociaal zwakkeren. We hebben besteed aan medische gevallen. We hebben besteed aan renovatiewoningen, bouw van toiletten, bouw van, noem maar op, verschillende dingen waar we financiële bijdrage hebben moeten geven. Veelal uit ons pot. En daarnaast mensen in Nederland op onze ING-rekening, onze beschermvrouw. Zo hebben we tal van mensen, ook lokaal in Suriname, die ons ook helpen. Ik zeg ze allemaal dank, want wat zij voor ons hebben gedaan. Feest vieren kan je anytime doen. Maar ik weet nog niet, ik heb eigenlijk, ik ben gewoon eerlijk, ik heb nu geen budget voor feest. Maar als iemand zegt van, je kan je baby blij maken, je 15-jarige baby, dan zal ik het wel willen. Ons tiener, hè? Dan kunnen we ons tiener blij maken met 15 jaar. Ik heb wel in mind, we hebben wel onze doelgroepen die we blij willen maken, maar allemaal niet naar de. Dus ja, ik ben wel blij dat we 15 jaar lang het werk positief hebben kunnen doen. Ik weet niet hoe lang wij het nog gaan kunnen doen, maar 15 jaar lang, ik wil nu gaan werken aan mezelf. Ik moet een beetje rust te nemen. Ik mag niet zeggen, het is dag en nacht werk. Dag en nacht bezig zijn met verschillende situaties. Mensen bellen je 's morgens, 's middags, 's avonds, anytime. En ik ben elk tijdstip ter beschikking. En dat wil ik nu gaan afbouwen. Het is wel moeilijk. Mensen zeggen soms van ja, hoe ga je het doen? Hoe gaat men doen als 1 voor 12 als je er niet meer bent? Of als je 1 voor 12 als je zou terugtrekken van 1 voor 12. Ik zeg, ik wil me wel niet gaan terugtrekken dat het wordt overgedragen aan de jongeren. Dat zij het nu overnemen. Want ik heb een zoon die het werk niet goed kan doen. Dus ik bereid hem nu voor om 1 voor 12 over te nemen. Ik wil me bezighouden met andere dingen nu. Weet u, ik heb 15 jaar lang dit gedaan. En ja, geef mij nu de kans om een beetje te gaan ontspannen. Meneer Vismalen, misschien dat ondanks de situatie zo nijpend is, dat mensen toch nog blijven doneren. Er komen nog steeds dozen uit het buitenland en ook lokaal, onder andere met incontinente materiaal. Mensen die rekenen nog op 1 voor 12. Inderdaad, we krijgen regelmatig incontinente materiaal. Het zijn pampers die we krijgen voor de mensen die het beter verstaan. Pampers, we kregen levensmiddelenpakketten van verschillende mensen. Mensen die jarig worden doneren 20, 30 stuks pakketten aan ons. En wij op ons beurt doneren het weer aan de sociaal behoeftigen. En zo hebben we behalve pampers hebben we ook
ja, soms kleren die wij ook krijgen. En die brengen wij aan donateurs. We hebben ook een trouwe donateur, dat is Rita Notario en Ruud Klin, die ons regelmatig pampers opsturen en hun mooie, goed stevige tassen, die wij ook goed kunnen gebruiken wanneer we de pakketten krijgen. Dan laten we de mensen echt shinend weggaan met zo'n mooie tas. En daar ben ik tevreden voor.